Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nieuw zijn hier, mijn naam is Talisa en als jullie het leuk zouden vinden, subscribe of abonneer op mijn YouTube kanaal. Daar doet je mij een heel groot plezier mee. Vandaag heb ik voor jullie een clothing haul. Ik heb weer heel wat nieuwe kleren binnen. Ik ga ze ook aandoen voor jullie op het einde van de video. Dus als jullie eerst de items willen zien, kunnen jullie nu kijken. En als jullie eerder gewoon de try-on willen zien, kunnen jullie doorspoelen. Als eerste heb ik weer een order bij Chiquelle geplaatst. Een van mijn favoriete shops. Het is een Zweedse shop, maar ze zitten nu ook in Nederland. Dus de shipping is ook echt super snel. Dus dat is wel echt fijn. Als ik denk, oeh, ik wil iets nieuws, dan kijk ik meestal daar. En dit is één van mijn items. Ik heb het al aan. Dit is een truitje van Chiquelle. Een lila truitje. Een dun truitje. Ik heb er alleen zo een wit cami topje onderaan. Het is wel dun, maar ideaal voor de lente, zomer, misschien nog de herfst. Hopelijk dat we nog een mooie nazomer hebben voor zo 's avonds aan te trekken. Of vandaag is het bijvoorbeeld 19 graden en niet super warm. Dus dan vind ik het wel leuk om zo'n dun truitje aan te doen. Als volgende hebben we van Chiquelle dit witte topje. Ziet er zo uit, is zo meer knit. Ja, zo moet ik nou noemen, een gebreien-achtig topje. Ik heb dit ook in het babygroen. En ik wou dit ook heel graag in het wit hebben, omdat ik dat groen echt super leuk vind om aan te doen. En wit, daar kun je nooit iets mee misdoen, dat is altijd leuk. Of op een jeans, of op een zwarte broek, om het wat chiquer te maken, of met een rokje. Je kunt daar verschillende kanten mee uit. Dan heb ik dit t-shirtje. Deze heb ik al aangehad een paar keer. Dit is een simpel bruin, camelkleurig t-shirtje. Ziet er zo uit met een kraagje en een V-hals. Het heeft zo ribbels en dit zit echt zo zalig. Dit is zo voor mij iets comfy om gewoon bij een jeansbroek aan te doen. Bij een dagelijkse outfit als ik naar kantoor moet of zo. En dan als laatste van Chiquelle, dit heb ik ook al aangehad, is dit blouseje. Sorry trouwens als je van alles hoort, maar ik heb de deur opengelaten, dus de katten zitten hier. En dit is dus mijn laatste blouseje. Dit is een off-the-shoulder topje, crop topje. Geen bandjes, van voren zo meer een hard cutout. Super mooi, dat heb ik ook al aangehad, wel voor foto's. En ja, ik vond het wel heel mooi, ook een heel mooie kleur. Up next hebben we Lovies. Als eerste heb ik dit shortje. Dit is dus een short, zoals je kunt zien. Met een lap van voor, zo erover, dat het een rokje lijkt. Wat ik super cute vind. Ik draag niet heel graag rokjes, maar dit is dan zo'n shortje. Hoe noem dat weer? Een skirt of zoiets? Ik weet niet. Waarschijnlijk is dat helemaal fout. Correct me in de comments. Maar ja, dit ziet er zo uit. Rood met witte bolletjes en een zipper aan de kant. Dan heb ik dit kleedje, heb ik ook al aangehad. Ook een super luchtig kleedje. Ziet er zo uit. Het is zo'n beige stof. Met wat blinkend erin. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het lijkt zo'n beetje ook satijn gemixt met linnen als je het voelt. En het heeft ook een onderkleed. Dus super goed, want dan schijnt het niet door. Dat heb je vaak wel met lichte kleedjes. En dit is ook weer echt zoiets stof om aan te doen met slippertjes gewoon. Gewoon een topknot, dit en slippertjes. Ideaal, comfy, maar toch heel mooi en cute. Dan heb ik dit kleedje van Lovies met bloemetjes. Blauw met bloemetjes. En ik vind dit echt zo cute. Met ruffeltjes van onder en een 3/4 mouw. Ik dacht voor de iets koelere zomerdagen is dat wel tof dat je een 3/4 mouwtje hebt. En het ziet er zo uit. Het heeft ook weer een V-hals en van achter is het gewoon plain, simpel. dan dit. Dit heb ik trouwens al bij redelijk veel bloggers of Instagrammers zien voorbij komen. Dit is ook van Lovies, een zwart kleedje met daisies erop. Zo, ja, halve schoudertjes. Ik denk dat je het erop kunt dragen, maar ook eraf kunt dragen. Hier mooie knopen. En dan zo'n mooi ruffeldetail. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aanzitten. Dan heb ik een kleedje zwart met super mini kleine hartjes. Ik weet zelfs niet als jullie het op camera gaan zien, maar het zijn dus kleine hartjes. Dit is een flowy zwart jurkje. Ook weer met zo'n hartjesnek. En hier kun je dat dan nog aanspannen. Beetje off the shoulder. Ik denk ook wel weer dat je dat off the shoulder kunt dragen. Dat kun je kiezen. Super flowy, heel licht stofje. Dus ik denk als het super warm is dat dat ook weer heel tof is. En dan mijn favoriet, wat ik heb gekozen. I love this dress. Dit is een silky zwarte jurk met witte bolletjes. Met een watervalkraag. Een gekruiste. Oh god. Alleszins een kruis op de rug en een open rug. Dus je kunt hier wel geen BH bij dragen, maar I don't mind. Ik vind het echt super, super mooi. En ik denk ook wel dat dit een mooi sexy jurkje is. Ik denk voor date night of zo. Als ik met Niels dus ga eten, dat dat wel heel cute gaat zijn. En dan, last but not least, hebben we Totally Too. Alles zit nog op de kapstok. Dus ik heb het nog niet aangedaan. Als eerste een tie-dye jogging. Dit zijn trouwens allemaal comfy clothes om in te loungen. Ik heb deze ook in het lichtblauw van Totally Too. Die heb ik al heel veel aangehad. De roze nog niet. Maar de roze ziet er zo uit. Met een elastiek onderaan. Super, super tof. Ik kijk er al naar uit om hier weer in te chillen. En dit is het blouseje erop. Ook zo lekker oversized. Wel krop. En wat ik leuk vind, dat detail, is dat dat zo stretchy aan de mouw is. Dus een elastiek heeft daar. Maar vind ik wel tof, want dan is dat zo hier niet te baggy. Dan heb ik een joggingsbroek. Deze. Iets gewaagder, zou ik zeggen. Zwart met wit. Iets wat je wel heel veel ziet tegenwoordig, vind ik. In alle kleuren. Zo twee kleurige joggingsbroeken. Dit is ook echt goed materiaal. Dik stof. Dus dat wit gaat ook helemaal niet doorschijnen. En ik kijk er ook weer naar uit om dit aan te doen. Dit is ook wel iets wat ik met sneakers en een wit of een zwart t-shirtje zou aandoen. Om naar buiten te gaan op de straat. Die roze tie-dye zou ik dan eerder houden voor binnen te chillen. En dan heb ik nog een setje. Waar ik van zie dat ik de short niet heb. Maar die ligt in mijn dressing. Ik ga die even halen. Alrighty. Dit is de short. Die heb ik al aangehad in de week. Ik vind deze shortjes super leuk. Omdat die hebben zakken. Die zijn niet te lang. Die hebben een lekkere rekbare elastiek. Dus dat zit echt super comfortabel. En dan hoort dit blouseje erbij. Met kap. Zonder mouwtjes. Super, super cool. Hierin zal ik ook, als het heel mooi weer is, zeker de straat op gaan. Oké, dat is alles voor mijn haul. Nu gaan we over naar het try-on gedeelte. Dus stay tuned voor dat. En dan zie ik jullie volgende keer weer.